Lesbisch, homo, bi en transgenders hebben het soms moeilijk in de Nederlandse asielzoekerscentra. Regelmatig komen er meldingen van intimidatie, pesten en bedreigingen. Een aparte opvang voor deze groep vluchtelingen in zogenaamde safe houses zou de oplossing kunnen bieden. GroenLinks en SP Deventer snappen die gedachtegang en zien een kans voor Deventer om hier als regenbooggemeente een voortrekkersrol in te spelen. De vraag is nog wel of deze incidenten ook in Deventer plaatsvinden. Zo ja, dan willen beide partijen weten of Deventer bereid is de mogelijkheden tot het opzetten van een safe house te onderzoeken.